dames en heren, Mart Hoogkamer! Ai, ai. Mart, ik heb je lang niet gesproken. Hoe is het met je? Ja, goed met jou. Ja, goed. We gaan je bijzetten, jongen. Leuk, man. En dat doen we met de urn van Eiren. Ja, dit is wel een urn... Ik weet niet of ik hierin zou willen eindigen. Het klinkt heel raar, maar gelukkig ken ik Eiren, dus het is... Nou, het gesprek... klinkt ook wel weer leuk, toch? Het gesprek, kijk, wij zetten altijd bij de muzikale meesterwerker zetten wij iemand bij. En toen was het idee, dan moeten we eigenlijk een urn hebben. En daar houden we dan schrijven we de naam van de artiest op. En die steken we dan in de brand. En de as gaat dan in de urn en dan hebben we hem bijgezet. Dan ben je gewoon bijgezet in de eregalerij der muzikale meesterwerkmakers. Dus oh, Ariane, kijk, okay. Dus Ariane de Grande... Dus ik word van brand, zeg Wacht maar. Even, Maart, wacht even. Dus Ariane Grande die draait en ik zeg, we moeten wel nog even een urn regelen. Dus Eiren zegt, ik heb een urn bij me. Die heeft ergens een bloem uitgetrokken. Dus die gaat een urn halen en ik heb nu een urn naast me. Dus we kunnen je als... Je bent de eerste die we officieel gaan bijzetten, Mart. Oh, oké, dat vind ik dan wel weer vet dan. Oké, dat vind ik dan wel weer leuk. Ik ga zwemmen. Vertel eens waar die plaat vandaan is gekomen. Ach, ja. Nou, dat is, moet ik goed nadenken, 4 jaar geleden... Vijf jaar geleden was ik op schrijverskamp met Lange Frans en nog een paar rappers en allerlei producers. En toen waren die jongens aan het zwemmen, serieus. En ik was gewoon lekker binnen met de producers, een beetje aan het drinken. Ik drink bijna nooit en er stond een ijskast open. En er stond een halve fles Bacardi Lemon in. Dus op een gegeven moment zeg ik, joh, die jongens... Ik heb een idee tegen die producers, weet je. Want die jongens, die andere gasten, dus Lange en alles, waren aan het zwemmen. Ik zeg, ik heb een idee, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Dus die jongen die kijkt me aan en die doet een melodie van... Ik ga zwemmen. Da-da-da-da-da-da. Dus ik zeg, ja, dit is hem, man. Dus op een gegeven moment... ik zeg dat zo tegen die gasten. Dan weet je ook hoe die jongens dan lijnt als enthousiast zijn, weet je wel. Van, ja, dit kan zomaar iets zijn of niet. Of, ja, je weet het niet. Dus ik zei, ja, we zien het wel. Niet geschoten is altijd mis, toch? Ja, we hadden toch al lekker een paar bakertjes op. En ik vond dat best wel leuk. Het was een leuke sfeer. En op een gegeven moment... Lange aangelopen van buitenaf. En die zeggen, een echte tijger is niet te temmen. Dus ik zeg, ja, dit is hem, weet je wel? Ik zeg, dit is hem. Dus hij kwam gelijk in de jungle van... Nou, toen was het eigenlijk, iedereen was... Ja, ik denk dat we met 8 man zaten en we dit liedje in een kwartier geschreven. Maar nou komt het leukste, want daar word ik nog steeds op de dag als vandaag... word ik daarmee geconfronteerd. Die vragen aan mij, joh, Mart, die toeter, hè, helemaal op het begin. Wat is dat voor trompet of iets? Ze zei, nee, dat joh, schijt toch uit als mijn eigen stemman, joh. Nou, dat hebben ze nooit geloofd, totdat ik dat een keer op tv moest doen. Maar kun je hem nog eens doen? Dat nee! Ja! Mart! Nou. Doe hem nog eens? Ja. Ben jij dat, Mart? Nee! Briljant! Ja, dan ben ik dus... Dus op een gegeven moment... dat kwam erin. En toen zeiden ze van... uitbrengen. Toen kwam ik bij mijn platenbaas. Die zegt, joh Mart, we gaan dit niet doen. We willen een hele andere kant op met jou. Je weet wat voor kant op. Ik zeg, ja, dat snap ik wel. Ik zeg, maar dit kan zomaar wel iets gaan worden. Ja. Toen het liedje 2 jaar op de plank gelegen. Tot de juiste timing. Nou, dus eigenlijk was de juiste timing voor ons. Na Unchained Melody, op het strand, kwam dit liedje. En dat was voor mij wel... Ja, man, dat was de hit van het jaar. De grootste doorbraak die je maar kon hebben. Ja. Wat een geweldig verhaal. Ik ga zwemmen, Mart Hoogkamer. We gaan je bijzetten. Eigen gaat het doen. Je gaat nu in de fik. Daar gaan we. Oké, lekker man. Ja. Ja, je hoort er vrij weinig van. Ja, maar ja. Dit heb jij vaker gedaan. Was de urn geleegd eigenlijk? Of zit er iets anders in? Mart Hoogkamer! Laten we jongen door. Ik ga zwemmen. Dankjewel, vriend. Dankjewel, jongens. Doei.